En later bij de Gestapo aanmelden en daar zich inzetten tot op de allerlaatste oorlogsdag. Het was gewoon, hij was gewoon een nazi. Dat kan je dus allemaal lezen, kon ik lezen in het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging. Ja. Het gaat niet zo heel erg om wie was. De Duitse familie van Isabel van Boetselaar was dus fout, kampcommandant. Ik heb net verteld over mijn nieuwste boek. Dat heet De man die geen hekel had aan Joden. En het is door iemand een literair pamflet genoemd. En kunt u zeggen waar het over gaat? Het gaat over de. Even denken. Het is geschreven naar aanleiding van een ander boek. Dat andere boek heb ik gebruikt als een soort vehikel om duidelijk te maken waar mensen allemaal overheen lezen. Het is een boek van een dochter die het verhaal beschrijft van haar vrijwillig tot de Waffen-SS en de laatste 3 jaren vrijwillig werkzaam bij de Gestapo, de Sicherheitsdienst. En die dochter beschrijft het leven van haar vader en vergoelijkt zijn daden, verzacht zijn daden, sjoemelt met de feiten. En dat boek wordt klakkeloos door pers, door de hele media aangenomen. En waarom wordt dat dan niet gefactcheckt? Omdat het niet zo te maken heeft met pertinente leugens. Dat wil zeggen, 1 giga pertinente leugen staat erin. Ze beschrijft haar grootvader, Duitse grootvader, die met zijn rechterarm in een mitella zou lopen om de Hitlergroet niet te hoeven brengen. En die meegedaan zou hebben aan een aanslag op Hitler. Dat was een pertinente leugen. Hij was daarentegen een kampcommandant van het krijgsgevangenenkamp, heel groot krijgsgevangenenkamp, Stalag 12A. Maar ik moet eerlijk zeggen dat die Duitse grootvader me niet zo interesseert. Want die deed gewoon met alle Duitsers, op enkele uitzonderingen na, gewoon mee met achter Hitler aanlopen. Ik was meer geïnteresseerd in haar vader, een Nederlander, die vrijwillig met de Duitse bezetters meedoet en zich daarvoor inzet. En dat wordt dus vergoelijkt. En wat ze ook heel erg doet, is een vals beeld geven van de geschiedenis door hoofdstukken lang de nadruk te leggen op het lijden van de Duitsers na de oorlog, dus toen het vrede was, onder de Russen. En ook van het lijden van haar eigen vader, die uiteindelijk maar 12 jaar gevangenisstraf heeft gekregen. En er staat geen één hoofdstuk in over wat het lijden dat deze vader mede heeft veroorzaakt. Zelfs geen alinea, namelijk de moord op de Joden, de genocide op de Joden en de Sinti en Roma. En de hele tijd in het boek vraagt Isabel van Boetselaar zich af: maar waarom deed mijn vader dat? Nou, gewoon omdat hij een nazi was. Dat antwoord geeft ze nergens. En wat ik ook zo erg vind van wat Ad van Liemt aan het eind zegt, die heeft het over oorzaak en gevolg. Het enige gevolg die je uit het boek van haar kan halen is: als je bij de Waffen-SS gaat, vrijwillig, en als je vervolgens 3 jaar bij de Gestapo gaat werken, dan krijg je 12 jaar gevangenisstraf. Het is mij tot op dit moment een raadsel hoe deze historicus Ad van Liemt, die ook goede dingen heeft gedaan,
zo ver kon gaan in de plank misslaan en niet zijn excuses aanbieden. Ik heb het hem per brief gevraagd. Ik heb hem gezegd, doordat u een loven, mede door u, is dit boek Oorlogshouders zo groot kunnen worden. Het is een gevaarlijk boek. En u kunt het redelijk goed maken, herstellen, door een open brief te schrijven die in de kranten wordt afgedrukt. Daarom en daarom en daarom had ik dat boek nooit mogen promoten. Het antwoord was, mijn bijdrage was slechts beknopt. En dat logenstraft een film die op YouTube een jaar heeft gestaan, die ik ook tijdens mijn lezingen vertoon, waarin hij uitgebreid ingaat over zijn betrokkenheid op dat boek en het eerste exemplaar aanneemt. En daarbij heeft hij het ook gepromoot bij de Volkskrant. Hij is bij Jacobien op zondag met Isabel van Boetselaar zelf aangeschoven in dat televisieprogramma. Kortom, dat deugt niet. Heeft u dan ook een boodschap aan de kijker of aan de lezer? Eigenlijk is de boodschap, alsjeblieft, neem niet alles klakkeloos aan. Denk zelf na. En verdiep je in de feiten van de geschiedenis van de Tweede Oorlog, omdat de genocide op de Joden het absolute dieptepunt is geweest van de geschiedenis, van wat zich in de geschiedenis van de mensheid heeft afgespeeld, en het eikpunt van het kwaad. En ik zou willen zeggen, kijk, dat is niet van de ene dag op de andere dag gebeurd. Dat begon met valse propaganda, met het verdraaien van feiten. En dat kon omdat de mensen niet zelf kritisch nadachten, niet onafhankelijk nadachten. En omdat ze gewoon hun geschiedenis niet kenden. En weer leven we in een tijd waarin het antisemitisme opkomt, het racisme opkomt. En waarin mensen steeds minder weten wat er is gebeurd. En dat is een heel gevaarlijk punt. En daarom heb ik mijn boek geschreven, waarin ik ook vertel gewoon wat betekende voor een Joods gezin om in die tijd te leven en wat er gebeurde met dat gezin. Naast de analyse van het boek van deze dochter over haar nazi-vader. Mijn naam is Peter Groeneweg. Ik ben algemeen bestuurslid van de stichting Stolpersteine Schiedam. En wat houdt dat precies in? Dit is een stichting die een jaar of 5 geleden is gestart om voor elk slachtoffer dat in Schiedam als gevolg van het nazi-regime is afgevoerd en uiteindelijk is vermoord of omgekomen, een stolpersteen te plaatsen voor de laatste woonhuis van vrije keuze. En hoe is dit zo tot stand gekomen? Ja, eigenlijk zou je dan met de voorzitter moeten spreken, Beb Holmer. Die is met dat idee gekomen nadat ze gezien had dat in Duitsland Gunther Demnig een kunstenaar begonnen was met het plaatsen van zogenaamde stolpersteinen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het nazi-regime. En dat gebeurde ook in andere plaatsen. Mensen gingen dat voorbeeld volgen. En toen is er voor Schiedam ook een stichting opgericht met als doel om voor elk slachtoffer van het nazi-regime zo'n steen te kunnen plaatsen. En hoe kom je achter wie de slachtoffers allemaal waren? Er is veel onderzoek gedaan, al voordat wij als stichting begonnen zijn. We werken vanuit een lijst als basis vanuit onder andere zo'n boek als Schaduwen over Schiedam, wat jaren geleden is geproduceerd. We doen daar zelf heel veel archiefonderzoek bij. We checken ook of het allemaal klopt. En vervolgens gaan wij er dan toe over om stenen te bestellen bij de kunstenaar zelf in Duitsland. En zodra er weer een hoeveelheid stenen binnenkomt, gaan wij die weer plaatsen. En hoeveel van deze stolpersteinstenen liggen er in Schiedam? Volgens mij zitten we nu ergens rond de 110.
En we moeten er nog iets van 40 voor de Joodse slachtoffers plaatsen. En we zijn nog in contact met een andere partij die ook graag voor het verzet stenen wil plaatsen. Dus daar proberen we ook aan mee te werken. En wat is de relatie met deze lezing van vandaag? Eigenlijk is deze lezing aan ons aangeboden, deze kans om... omdat we een tweede doel hebben als stichting Stolpersteijn. Niet alleen die stenen plaatsen, maar ook om te vertellen wat er gebeurd is. Om mensen te interesseren voor wat er gebeurd is. En ja, mevrouw Polak heeft natuurlijk wel een heel bijzonder verhaal te vertellen. Juist over de educatie en het jezelf ook verdiepen in de geschiedenis zoals die geweest is. En kritisch te blijven op zoals het wel eens verteld wordt. Dus wij doen ook aan educatieve projecten voor scholen. En volwassenen hebben hier vandaag volgens mij een heel interessant verhaal gehoord. Waarbij je ook geleerd wordt om weer op te letten dat het wel erg makkelijk is om van het rechte pad, zelfs als het van de feiten is, af te wijken. Kunt u wat zeggen over de mogelijke samenwerking met het Spul en de Schiedamse Boekwinkel? Nou, het Spul is een gastheer zoals je die graag zou willen hebben. Die is op ons verzoek ingegaan van de Stolpersteijn Stichting om hier een lezing te mogen houden. Dus dat is alleen maar heel prettig. En volgens mij is het Spul ook bekend van de illustre school van Schiedam. Dit is een goede plek om mensen iets te kunnen leren in in de aanwezigheid van heel veel Schiedamse geschiedenis. De boekhandel, een van de interviewers, laat ik het goed zeggen, die we vandaag hadden, die is van de boekhandel. En ja, er wordt hier natuurlijk ook gebruik gemaakt van gelegenheid om het boek te kunnen verkopen. En dat steunt eigenlijk weer de stichting Stolpersteijn in Schiedam. Want mensen worden ook gevraagd om een klein bedragje apart te houden. En wat doen wij met dat geld? Nou, daar kopen wij weer Stolpersteijnen van. En daar doen we ook educatieve projecten mee draaien. Dus zo zitten die drie, soms tijdelijk en soms permanent, met elkaar in een driemanschap.